Medische studenten houden gezondheidspromotiedag. Veiligheid geniet prioriteit in Para. En voormalig secretaris-generaal Kofi Annan overleden. Goedenavond. Medische studenten uit Suriname en Cuba hebben vandaag in de binnenstad een gezondheidspromotiedag gehouden. Het doel van deze dag is om een gezonde levensstijl te promoten. Geïnteresseerden konden bij de toekomstige artsen terecht voor gezondheidsadvies, het meten van de bloedsuikerspiegel, hun bloeddruk, hun lengte en gewicht. De studenten doen dit voor de derde keer. De eerste gezondheidspromotiedag was in 2014 en was een groot succes. Het bleek al gauw dat er een behoefte is bij de doorsnee Surinamer wanneer het gaat om informatie over hun gezondheid. Sharma Bihari, voorzitter van de Stichting Gezondheidspromotie, legt uit hoe dit project is begonnen. Het initiatief kwam nadat ik met de beurs naar Cuba ben gegaan en zag hoe ze in Cuba preventief te werk gaan. Vanaf het eerste schooljaar zetten ze dan medische studenten in om medische procedures te doen in de Cubaanse, onder de Cubaanse samenleving. Toen ik met vakantie dan na mijn eerste studiejaar kwam naar Suriname in 2014, dacht ik eraan om samen met mijn mede studiegenoten dan zo'n gezondheidspromotiedag te organiseren. In 2015 hebben we dan een officiële stichting van gemaakt. En sindsdien organiseren we dan een gezondheidspromotiedag onder leiding van de regionale gezondheidsdienst die ons dan bijstaat met het medisch materiaal. En ook enkele sponsoren die ons dan financieel of met materiaal sponsoren. De stichting streeft erna om meerdere gezondheidspromotiedagen per jaar te organiseren. Tot nu toe hebben we maar één keer per jaar georganiseerd, omdat we ook uitkijken naar sponsoren en donoren die ons graag willen bijstaan. Het gaat ietsje moeilijk om frequent sponsoren en donoren te krijgen voor zo'n mooi project. Maar ook omdat we de studenten die te Cuba studeren ook de gelegenheid willen geven, wanneer ze op vakantie zijn, ook mee te doen aan zulke dagen. Nadat ik zei, is het de bedoeling voor de stichting om meer gezondheidspromotiedagen te organiseren in verschillende delen van Paramaribo en zo niet verschillende delen van andere gebieden van Suriname. Dit project zal een bijdrage moeten leveren aan een gezond Suriname. Sergei Chenon en Elfried Wilson, studenten aan de medische faculteit, zeggen blij te zijn dat ze als opkomende artsen een bijdrage kunnen leveren aan een gezond Suriname. Het voelt heel erg goed aan, omdat we eigenlijk iets terug willen geven aan de bevolking. Zowel studenten van Suriname als studenten van Cuba. We worden eigenlijk gesubsidieerd om te studeren aan de faculteit. En eigenlijk willen we dit gratis aan de bevolking teruggeven. Waar studeert u? In Suriname? Ik ben in Suriname. En er zijn collega's uit Cuba hier. Nou, heel leuk, spannend. Het is mijn eerste keer. Ik kan ook zien dat de mensen die komen heel enthousiast zijn, heel blij. Ze willen ook heel graag weten wat de resultaten zijn. En nadat je ze echt geeft, zijn ze ook echt heel blij om te weten of ze gezond zijn of niet. Er is wel een heel grote vraag naar de gezondheid. Ze willen dus echt heel weten hoe het zit met hun gezondheid. En vandaag was dus echt de dag. De veiligheid in het district Para geniet voor en tijdens de vakantie alle aandacht. Dit zegt districtscommissaris Armand Jurel. Dit jaar zal de leiding van het district alles in het werk stellen om de veiligheid, net als voorgaande jaren, te garanderen tijdens de vakantieperiode. Het district is bij uitstek de plek waar honderden bezoekers tijdens de vakantie de dag doorbrengen met vrienden en familie bij de verschillende vakantieoorden. Jurel zegt dat niets aan het toeval wordt overgelaten om de veiligheid op de orde te garanderen. Nou, we hebben alle veiligheidsactoren in de ruimste zin des woords uitgenodigd om hierover te praten. De politie, de brandweer, BOG, traumadeskundigen, RGD, polyklinieken. Alles wat te maken heeft met veiligheid. Maar ook op de wegen zal er gelet worden. We hebben met de mensen gesproken, we hebben met de ondernemers gesproken. En op dit moment is er een proces gaande waarbij het commissariaat, althans de bestuursambtenaren zijn geweest, samen met de andere actoren, voor controle om de verschillende orde te scannen. Ik zeg scannen tussen aanhalingstekens. Maar om na te gaan als die mensen wel voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden. Alles wat daarop omheen is.
Intussen heeft de leiding van het district via de media bekendgemaakt welke oorden aan de veiligheidseisen voldoen. Jurel vraagt aan de gemeenschap om gebruik te maken van deze vakantieoorden en dat men zich ook aan de regels houdt. Meer is het zo dat we streng erop gaan letten dat de ondernemers, de mensen, voldoen aan de voorwaarden die wij hebben gesteld. En het is niet om de mensen onaangenaam te zijn. Het gaat erom dat wanneer u gasten ontvangt, dat de mensen zeker kunnen zijn dat ze in veilige handen zijn. En dat mensen dus gelukkig weer thuis en veilig thuis aankomen. Dus dat is eigenlijk de policy, dat is het doel van ons. Jurel, die intussen de leiding van het district tijdelijk heeft overgedragen aan zijn collega Kenya Panza van Brokopondo, zegt alle vertrouwen te hebben in zijn waarnemer. De aangekondigde medische ingreep van president Desiree Bouterse is met succes uitgevoerd. Het staatshoofd heeft heden ochtend de ingreep in Havana, de hoofdstad van Cuba, ondergaan. President Bouterse zal nog enkele dagen moeten rusten om mogelijke complicaties te voorkomen. Zodra de president door deze noodzakelijke fase heen is, zal hij terugkeren. In Suriname zijn de vooronderzoeken gedaan en na afstemming met Surinaamse artsen is president Bouterse naar Cuba vertrokken voor de buikhernia-operatie. De Surinaamse zwemdelegatie is toch nog naar de Goodwill Games, die in Barbados worden gehouden, afgereisd. Het leek erop dat ze niet meer zouden kunnen vertrekken, maar op het laatste moment kwam de SLM in met een gecharterde vlucht naar Barbados. Het gaat om een delegatie van bijkans 70 personen, waaronder 50 kinderen, die zullen meedoen aan de Goodwill Games 2018 in Barbados. Gisteravond omstreeks 11 uur vertrokken zij vanuit de Vos naar de Johan Adolf Pengel luchthaven. Marlon Telting, penningmeester van de Surinaamse Zwembond, is blij en opgelucht. We zijn blij dat we kunnen vertrekken, laten we dat alvast zeggen. Want er is heel veel voorbereiding geweest. De charter die we hadden ingehuurd, die kon niet vertrekken in de ochtend gisteren. We hebben hemel en aarde bewogen. Als penningmeester vind ik natuurlijk erg. De kinderen, de ouders hebben dat geld bij elkaar moeten verzamelen. We zouden heel veel geld kwijtraken. Voornamelijk hotel en de organisatie daar, dat kregen we niet terug. De charter, ja, dat was even knijpen. Op het laatste moment is Suriname Airways ingekomen. En gelukkig het team, die Suriname groep, dat Suriname contingent kan weg. Er is namelijk met de organisatie afgestemd om de wedstrijden die vanmorgen 10 uur Surinaamse tijd zouden starten, een uur later te beginnen. Het team zal zich inzetten om goede prestaties te leveren. In 2019 zal Suriname het gastland zijn van de Goodwill Games. Suriname heeft nog een misverkiezing erbij. De Miss India Worldwide Suriname en het logo werden donderdagavond gepresenteerd aan de samenleving. Deze verkiezing staat sinds vorig jaar onder de licentie van Stichting Beauties of Suriname Pageant. Ruim 6 jaar is er geen Miss India Worldwide Suriname georganiseerd. Gitanjali Raghubar Singh Thakur, die leiding geeft aan zowel de stichting als de misverkiezingen, wil hier verandering in brengen. Deze misverkiezing biedt de Hindoestaanse vrouwen namelijk een platform. Een land rijk aan culturele waarden, normen, traditie, is het meer dan onze plicht deze via de beauty pageant te belichten als ook een forum te zijn om ook als een forum te zijn onze culturele schoonheid op internationale platformen te tonen. Hiermee draagt de stichting ook bij om Suriname wereldkundig te plaatsen. Het samenwerkingsverband tussen Suriname en India is verwerkt in het logo. In de I van Miss India Worldwide zijn zowel de vlag van Suriname als India verwerkt. Ambassadeur Mahinder Singh Kanyal van India in Suriname spreekt met trots over de schoonheden die naam hebben gemaakt op internationale podia. Sommigen hebben nu ook hun doorbraak in de Hollywood cinema. Hij denkt dat Suriname het eveneens ver zal schoppen. Miss Rita Faria was the first Asian and Indian who crowned the Miss World in 1966, followed by Aishwarya Rai in 94, Diana Haddon in 97, Yukta Mukhi in 99,
Priyanka Chopra in 2000 and Manushi Chilla in 2017. Anukriti Vas crowned the Miss India 2018, who would be participating in the Miss World event. Besides, Sushmita Sen in 94 and Lara Datta in 2000 made India proud by winning the title of the Miss Universe, and Miss Nicole Faria won the Miss Earth title in 2010. This itself shows how much the world admires Indian beauty. Ladies and gentlemen, given the undying spirit of diaspora has, I am confident that the common platform provided by the foundation for young diaspora through pageantry will bring Suriname to fame internationally, which in turn help promote Suriname across the world and inspire the young generation to pledge to contribute more to the progress and development of the country in many ways. Er is een beroep gedaan op de organisatie Stichting Beauties of Suriname Pageant om ook met andere culturele organisaties te werken. Sandra Klemen, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vindt dit aspect belangrijk. Suriname heeft in 2017 de Conventie ter Bescherming van Immaterieel Erfgoed van de UNESCO geratificeerd. Dit betekent dat wij vanuit Suriname er alles aan zullen doen om elke activiteit welke te maken heeft met behoud van cultuur, op welke manier dan ook, te ondersteunen. Het hoeft niet altijd te gaan om geld, maar we kunnen ook goed faciliteren. Een van de acties die is voortgevloeid uit deze ratificatie is dat verschillende personen uit organisaties hebben geleerd hoe elementen van de culturen te beschrijven. Dat moet zeker doorgaan. Aan de organisatie Stichting Beauties of Suriname Pageant willen wij dan ook een advies geven. We weten dat er lokaal heel wat ondernemers zijn, cultuurondernemers. Misschien dat u met uw activiteit ook die mensen kunt aanzetten om zich eigenlijk verder te verdiepen in de producten die zij vervaardigen. Dat kan misschien ook een meerwaarde geven aan uw pageant. Miss India Worldwide Suriname vindt plaats op 3 november 2018. Jongeren van de Vier Kinderenweg in het district Wanica hebben vandaag hun problemen kenbaar gemaakt aan de regering. Het gaat in deze om het aanwezige zwerfvuil en het ontbreken van een sportveld. De initiatiefnemer is jeugdparlementariër Antoine Jou, die zelf ook in deze straat woont. We hebben vandaag een grote schoonmaak hier in Vierkinderweg. We gaan heel Vierkinderweg langs de weg schoonmaken. En in de middaguren, laat ik zeggen straks, gaan we van start met onze sportdag. That's it. Dus laat zeggen, in het begin zag ik echt van, de dingen langs de weg is echt vies en zo. En misschien gaat men denken van, dingen zijn er, dingen, mensen hier die hier schoonmaken of zo. En ik dacht van, het is ons taak om ons milieu schoon te houden en daarom doen we dit. En de kinderen van Vierkinderweg, ze sporten vaak in de middaguren gewoon op dingen op straat en zo. En ik dacht van, nou man, het zou goed zijn, ze zijn overgegaan, mijn kinderen zijn overgegaan. En ik dacht van, nee, we moeten wat voor ze organiseren. Met een hark en grijze districtvuilzakken waren de jongeren druk bezig alle zwerfvuil uit het Hoge Wiet te verzamelen. Dit verzamelde vuil werd daarna met een pick-up opgehaald. De jongeren hebben dit alles gedaan om aan te geven dat zij moe zijn van deze situatie. Momenteel hebben de kinderen van de Vierkinderenweg ook geen sportveld, vertelt Antoine Jou. Het is een geweldige vraag. We zijn moe. Ik zeg we zijn moe.
Wij hebben geen sportveld. Wij alleen hebben geen sportveld. En ik zeg wij alleen, als er een sportveld op Pont is, er is eentje op Hannaselis, wij, onze kinderen van de vier kinderweg, zij sporten gewoon op straat. En daarom zeg ik van, wij gaan een sportdag organiseren om de regering en alle grote sportverenigingen te tonen dat we interesse hebben in sport en dat wij ook onze eigen sportveld nodig hebben. Ju gaf verder te kennen dat zij zelf voor de vandaag georganiseerde sportdag een openstaand terrein hebben ingericht als sportveld. Tot zover het Nationaal Nieuws. Bekijkt u ook ons nieuws op de website www.stvs.sr. Een fijne avond.